Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is David Twemel, ik ben 39 jaar, geboren en getogen in Kortrijk. En ik ben kandidaat voor het Vlaams parlement op de derde plaats op de West-Vlaamse lijst van Groen. Daarnaast ben ik ook gelukkig getrouwd en papa van drie dochters, en op dit moment ook fractieleider voor Groen in de Kortrijkse gemeenteraad. En tenslotte werk ik ook nog voltijds als onderwijspedagoog in het hoger onderwijs. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben altijd gedreven geweest door maatschappelijke verandering. Ik ben van jongs af aan eigenlijk ook geëngageerd. Als student was ik studentenvertegenwoordiger in Leuven. In Kortrijk was ik ook actief in de Kortrijkse jeugdstraat. Ik ben ook vrijwilliger geweest bij de Vlaamse jeugdraad en ook op Europees niveau heb ik verschillende jongerenconferenties mee helpen organiseren. En toen ik 27 werd, heb ik dan de stap gezet naar de, naar de actieve politiek, eh, om het zo te zeggen. En sinds 2017 ben ik gemeenteraadslid eh, in mijn stad en nu fractieleider in de Kortrijkse gemeenteraad. En eh, ik heb dat altijd gedaan vanuit een, een gedrevenheid voor mensen wie stemt dat er wat minder eh, gehoord wordt. En dan denk ik in de eerste plaats aan kinderen en jongeren hè, die hun stem niet via de verkiezingen kunnen uh, kenbaar maken, maar die dan nu gelukkig in grote getalen op onze straat wel uh, proberen te doen. Maar dan denk ik ook aan, aan, aan de planeet, aan de natuur, aan het klimaat. Dat is geen stem uh, in het parlement en die stem mag wat luider uh, klinken. Welke quote heeft u gekozen? In Vlaanderen wemelt het van het talent. En euh, mijn engagement voor het Vlaams parlement is onderwijs voor elk talent. En euh, ik heb die quote gekozen omdat er naar mijn aanvoelen in het onderwijs te veel talent verloren gaat. En dan denk ik zowel bij leerlingen, hè, waarvan dat er te veel zijn die de schoolbanken verlaten zonder echt te weten waar hun talenten liggen. Maar dan denk ik ook aan de leerkrachten, waarvan dat er te veel zijn die vroegtijdig afhaken hè, omdat ze onvoldoende ondersteund worden of zich onvoldoende gewaardeerd worden. In hun job. Dus dat is echt mijn engagement voor het Vlaams Parlement om voor die leerkrachten respectvolle loopbanen, betere loopbanen te geven. Meer handen in de klas. En als ik zeg betere loopbanen, dan denk ik aan een loopbaan met voldoende zekerheid bij het begin, voldoende uitdaging onderweg en voldoende respect op het einde. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ja, als ik op lokaal niveau kijk, er zijn misschien niet zoveel mensen die dat, die dat doen, maar als twintigjarige toen ik in de jeugdraad zat, was ik enorm geïnspireerd door Cathy Mathieu. Dat is een politica van groen, naast wie ik nu in de gemeenteraad zit. Iemand die dus al jaren actief is, maar die dat vanuit een zeer grote betrokkenheid, een verontwaardiging, maar ook een oprechte interesse, waar mensen mee bezig zijn, aan politiek doen. Dus dat vind ik een groot voorbeeld. En als ik kijk naar de huidige parlementsleden, dan is mijn, mijn grote voorbeeld de fractieleider van Groen in het Vlaams parlement, Björn Joska. Iemand die vanuit een zeer grote dossierkennis met heel positieve voorstellen in het parlement komt. En die, als hij al eens een uitschuiver maakt, wat dat gelukkig niet al te vaak gebeurt, ook niet te beroerd is om zijn excuses daarvoor aan te bieden. Dus dat vind ik grote politieke klasse. En Björn is ook gewoon een toffe mens. We hebben hem ook al graag eens euh, naar de voetbal gaan kijken. Hè. Hij als supporter van Standard, ik als supporter van KV Kortrijk. Maar we hebben dus allebei een rood-wit hart. Wat zijn uw politieke interesses? Nou, mijn eerste euh, politieke liefde is onderwijs. Ik heb in Leuven euh, onderwijspedagogie gestudeerd. De laatste twee jaar euh, onderwijsbeleid. Ik ben van dezelfde generatie onderwijspedagogen als uh, Koen Daniels en, uh, en Theo Franken. Hè. En, um, onderwijs is iets wat mij nooit heeft, uh, heeft losgelaten. Dus daar wil ik zeker verder uh, rondwerken. Maar daarnaast ook jeugd hè, en uh, sociaal ondernemerschap, sociale innovatie, sociale economie. Jeugd omdat ik er zelf uh, heel lang actief in ben geweest, professioneel. Um, en um, sociaal ondernemerschap. Sociale tewerkstelling, omdat ik zelf dagelijks ook bezig ben met een, met een bedrijf eh, dat ik mee heb uit de grond hebben stampen, waar we mensen op proberen om kansen te geven. In een reguliere job of semi-reguliere job, mensen die anders zeer moeilijk een kans zouden krijgen eh, op de arbeidsmarkt. En het zijn dat soort mensen, dat soort sociaal ondernemers, die hun nek ook durven, eh, durven uitsteken, die we meer nodig hebben. Eh. In Vlaanderen. Ik ben ervan overtuigd dat er voldoende mensen rondlopen met goesting en met engagement. Maar we kunnen ze nog veel meer ondersteunen, denk ik, van hieruit. Wat kan er anders en beter in de politiek? Mijn grootste onthoogeling eigenlijk de afgelopen 4,5 jaar. We hebben eigenlijk vier jaar en half zonder verkiezingen gehad. En toch heb ik de indruk dat de campagne nooit gestopt is. Dus dat vind ik heel erg jammer. We gaan nu opnieuw naar een periode van vijf jaar hè, zonder verkiezingen, als alles goed gaat. Um, en ik hoop dat daar dan echt wel ook een aantal mensen wat leiderschap tonen, wat politieke moed tonen en voorbij de waan van de dag. Als ik bijvoorbeeld zie hoe um, Philippe Wateeuw in Gent toch durft voorop lopen, hè, verandering teweeg brengt, hè, maar toch kijkt hè, dat iedereen eh, nog mee is. Ik hoop dat we meer van dat soort eh, politiek zien de komende jaren en minder... Het getoeter uh, en de waan van de dag. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb daar eigenlijk niet lang moeten uh, over nadenken, want het is een voorraad dat ik bijna altijd uh, bij me heb. Uh, het is mijn fietshelm. Ik doe praktisch alles uh, met de fiets. Uh, en ik ken helaas uh, twee mensen die omwille van een uh, fietsongeval... een ernstige. Uh, hersenletselen hebben, hebben opgelopen, dus dit is mijn steun en toeverlaat op de fiets. Het is ook een helm met geïntegreerde lichten. Ik ben vaak s'morgens vroeg en s'avonds laat onderweg en dan kan het nooit geen kwaad om goed zichtbaar in ons verkeer te zijn. Want helaas is onze infrastructuur in Vlaanderen niet altijd zo ingericht dat je je als fietser overal even veilig kan verplaatsen. Dus dan zorg je best dat je dat je goed zichtbaar bent, ook in het verkeer. Ik rijd soms eens met de auto en ik weet soms hoe moeilijk zichtbaar fietsers zijn, zeker als er slechte weersomstandigheden zijn. Dus ik denk als we als fietsers zorgen dat we goed zichtbaar zijn, maar we zouden ook geholpen zijn met veel betere infrastructuur voor fietsers, waardoor er veel minder conflicten zouden zijn. En dat dergelijke verlichting op fietshamen misschien minder noodzakelijk zou zijn.